Vaak genoeg doen politici de overstap van de ene partij naar de andere, waardoor het vertrouwen in de politiek wordt aangetast. Afgelopen donderdag tijdens het programma Lala, tijdens het exclusief gesprek met Mike Noorsalim, voorzitter van de HVB, en Raymond Sappen, partijleider van de HVB, werd er gevraagd hoe zij denken het vertrouwen bij het volk terug te brengen. Sappen gaf als eerst antwoord op de vraag. Elke beweging binnen partij, binnen welke partij dan ook, waar dus die interne democratie in gevaar is en wanneer je dus tot een besluit komt om je eigen weg op te gaan en je eigen missie en visie te etaleren en te delen met die samenleving, je ontzettend veel tegenstand gaat ondervinden. Ook binnen de eigen geleden. Toch? Dat is ons ook overkomen de afgelopen 7 jaar, waarbij er dus veel onbegrip is tot stand gekomen bij de mensen zelf in de organisatie, buiten de partij zelf, die ons een bepaald podium hadden opgeplakt. En we hebben toen gezegd, jongens, dit is wat wij met ons heel hard en oprecht zullen gaan doen voor onszelf, voor de partij, voor het land. En het gaat veel inspanningen vergen. En ik zeg het altijd, ik zeg de voorzitter vaak, je moet soms als mens, als organisatie, 2 stappen achteruit maken om 1 stap vooruit te maken. Toch? En dat kost ontzettend veel inspanningen. Het gaat je veel guts moeten hebben ook om dat stukje door te blijven stoten. En als je de evaluatie maakt en je zegt het heeft vertrouwen gekost, dat kan zo zijn. Maar we hebben dus constant middels onze eigen inspanning en vooral het voorbeeld dat jij dus ook moet geven als partij, als partijleider, als leiding van van die hele organisatie, als voorzitter, is het belangrijk dat jij het goed voorbeeld door blijft geven, omdat het iets is dat aanstootgevend zal zijn voor het publiek. Dat je dus kunt nooit ook de HVB betrappen op dat deze of gene functionaris in welke setting dat ook zich heeft bezondigd aan corruptieve praktijk. En dat is iets dat je moet meenemen gedurende je hele politieke carrière. Dat is ook onderdeel van onze missie. Dus de zaak van vertrouwen, dat is inderdaad zo. Dat geldt niet voor de HVB. Nee, dat geldt voor de hele politieke linie, voor alle partijen. We gaan daarin flink elke dag in moeten investeren. Ja, maar even, ik wil aanvullen hoor, als dat mag, Gail. Ja, ik. Dus kijk, ik denk dat wat ook speelde toen. Op de eerste plaats hebben wij, we waren ongeveer met 15 man... die de gedachte van de heer Raymond Sappen ondersteunde, de gedachte van hervorming, zoals hij het daarnet heeft geschetst. En toen we dat hadden aangegeven, middels een schrijver, dus wij hebben in totaal 15 man, hebben we hadden de partij nooit verlaten. Omdat, laat dat duidelijk zijn, want wij geloofden dat het zou kunnen. Als hervorming mogelijk was in andere partijen, we hebben dat gezien in bij de NPS toen en ik weet niet wel, volgens mij VAP ook. Als het mogelijk is in die partijen om die interne democratie weer op een hoogte te brengen, om het zo te noemen, waarom zou dat niet mogelijk zijn bij ons? Zo dachten wij. En daarvoor zijn we beloond met een deurwaarde explo van die voorzitter. Dus ik heb het jammer genoeg niet bij me gebracht. Maar we hebben deurwaarde. Ik heb een deurwaarde met velen mee, volgens mij, de heer Sappen ook. Ja, we hebben deurwaarde explode. Ik ben eruit gezet geworden, laat dat duidelijk zijn. En een andere, ja, ik zal niet zeggen een fout onzijds. We hebben toen niet zitten beuken op die partij van waar we zijn gekomen. Ook binnen onze hervormingsgedachte van, hé, hoe ben dat? En we gaan niet nu zitten beuken. Maar aan de andere zijde werd er allerlei dingen naar ons wel geslingerd. Van jullie zijn overloper en dit en ja, dat. Tot op het persoonlijke ja, toe. Ja, tot op het persoonlijke. Dus, ja. Maar we hebben getoond van, je kunt de beelden gaan volgen. Wanneer we moesten antwoorden, hebben we dat wel gedaan hoor. Maar niet met vuilsmeterij. En dat heeft geresulteerd, de beweging van ongeveer 15 man met de heer Sappen aan het hoofd. Heeft geresulteerd, en dat hebben we dan door de jaren heen verkondigd in die samenleving, heeft gemaakt dat we bij een momentopname, en dat is de verkiezingen, we zien de verkiezingen als een momentopname, wordt die boodschap begrepen, is door bijna 7.500 man begrepen. Begrijp je dus? Is niet dat men geen vertrouwen heeft, op zijn minst heeft voor een jonge partij, een nieuwe beweging, we zijn niet gaan aansluiten ergens, we hebben gewoon die beweging geproclameerd, en 7.500 mensen hebben ons hun stem gegeven ongeveer. En dat
Als je zou letten als we toen een landelijke evenredigheid zouden hebben. Dat zou betekenen dat we eigenlijk 1 zetel plus hebben. Of 1 plus zetel, 1, zoveel zetels. Dat is nu niet het geval geweest. Het oud systeem heeft een beetje ons genekt. Maar wij geloven nog steeds dat er genoeg mensen zijn die die hele hervorming in ons politiek landschap, die willen. Ze willen dat zien gebeuren. Ja. En wij zijn een van de pioniers, om het zo te noemen.